astronomen zou ik ook wel willen hebben. Zoals een soort ontdekkingsreiziger. Wat heeft ze ontdekt dan? Daar moet ik nog achter zien te komen. Weet jij wat dit is? Die doet er niet. De batterij is erop, denk ik. Hé, hey, wat is dit? Dat lijkt wel een geheim teken. Je weet wel, zo'n geheim teken wat de Egyptenaren vroeger ook altijd hadden. Zo'n teken waar niemand nu nog iets van snapt. Opa, ja. Er is iemand aan de deur. Aan de deur? Ant, oh nee. Wie is dat? Dat is de vrolijke zuster van oma. Zeg maar dat ik er niet ben. Hij is er niet. Hoe is het nu met hem? Met wie? Willem natuurlijk. Oude god. Dat kan toch niet? Wat moet zo'n man alleen? Dat is toch zeker een ramp? Zo'n kind. Dat is toch veel te vermoeiend voor hem. Willem? Willem, waar ben je? Ik ben er niet. Hoe is het nou met je, Willem? Goed. En met jou? Ook goed. Alleen mijn benen. En mijn handen. En mijn maag. Maar verder gaat het wel, hoor. Ik ben bij Wilma geweest in het ziekenhuis gisteren. Wilma? Wie is dat in hemelsnaam? Wilma! Je bloedeigen nicht uit Bovenveen. Die is er erg aan toe. De been ligt helemaal open. Maar dapper dat ze is. Huil niet, zegt ze tegen mij. Hier verderop ligt er een met een open rug. Het kan altijd nog erger. En jij, Willem? Wat moet je nou? Alleen? In dat grote huis van jullie? Helemaal alleen? Biljarten. Wat zeg je? Ik word een beetje doof, geloof ik. Biljarten! En zo'n kind, dat is ook veel te vermoeiend voor jou. Dan moet jij eens goed luisteren, Ant. Als Ma de liefde niet was, dan was ik liever dood. Is dat duidelijk? Gut. Ik wou toch alleen maar even helpen. Het bejaardentehuis bedoel je zeker, hè? Mij krijg je niet het huis uit, Ant. Ik blijf hier wonen tot ik erbij neerval.